nu horen? Ik werk als projectleider Vullen DSO bij Aan de Slag met de Omgevingswet. En dit is de webinar Vullen DSO. Zijn we nu ook, ik heb een testbeeldscherm aanstaan en daar zie ik mijzelf op. Dus dat is heel fijn. Dan zijn we ook daadwerkelijk live. Leana Vlok zit in de chat. Zij is de Rio van Utrecht Nieuws. Dan ga ik nu mijn presentatie delen en dan hoop ik dat het beeld ook oké is. Als dat niet zo is, roep het ook even in de chat, hè. Deze presentatie gaat over het vullen van het DSO. Dat gaat vooral over wat is dat eigenlijk? Waarom doen we dat überhaupt? Wie moet minimaal nou wat vullen voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet? Wie kan er nog meer wat vullen? Dus even los van moeten, hè? Wat kan je dan nog meer voor inwerkingtreding van de Omgevingswet? Wanneer kan je ermee beginnen? En tot je ermee kan beginnen, wat kan je dan? Verder gaan we het ook nog hebben over hoe je kan oefenen met vullen. Kijk, daar zijn we. Waarom moet je dat DSO nou vullen? Dat DSO is een stuk software. Dat is gewoon alleen maar wat het is. En in zichzelf is DSO LV een lege doos. Wil je het kunnen gebruiken, dus willen overheden, burgers en bedrijven er iets mee kunnen, dan moet je content in de doos stoppen. En vullen is niets meer en niets minder dan het plaatsen van content in het DSO. Prima, dan weet ik dat. Dan ga ik gewoon eerder op de volgende knopje drukken. Wat is nou content? Dat zijn juridische regels en beleid. Dat zijn toepasbare regels. Dat zijn die fameuze vragenbomen waar u vast vandaag al meer over hebt gehoord. En dat is ook content die nodig is om het DSO goed te laten werken. Zoals het instellen van een behandeldienst voor aanvragen en meldingen. Nou, wat is dat vullen dan precies? Dat is het maken en plaatsen van productiecontent in de productieomgeving van DSO LV. En het verschil met oefenen is dat productiecontent gebaseerd is op echte besluiten. Dat wil dus zeggen dat als je een omgevingsplanwijziging in productie brengt, dat de gemeenteraad daar echt op heeft besloten. En het dus ook daadwerkelijk bekend wordt gemaakt via de LVBB. En dat er dan ook een kennisgeving komt in het digitale gemeenteblad, of het provincieblad, of het staatsblad. Oftewel, dit is de content die vanaf Q2 2021, volgend jaar dus, getrapt live gaat. En waar je naar inwerkingtreding van de Omgevingswet daadwerkelijk mee gaat werken. Dit is dus niet hetzelfde als oefencontent. Oefencontent is de content op de pre-productieomgeving. Die staat er al wel. De productieomgeving nog niet, dus waar nu alle bevoegde overheden op hebben aangesloten, is de pre-productieomgeving. En wat ik rood gemarkeerd heb op deze slide is heel belangrijk, omdat daar nog veel misverstanden over bestaan. Wij gaan niets automatisch overzetten van pre-productie naar productie. Dat moeten bevoegde overheden echt allemaal zelf doen. Waarom is dat? Omdat die productiecontent echt juridische status heeft. En je daar dus daadwerkelijk over moet beslissen. Dus wij gaan niet als DSO zelf even dingen omhalen. Je moet echt een ander productiespoortje doorlopen. Dat moet echt apart en opnieuw. Nou, wanneer kan je dan daarmee beginnen? Nu nog niet. Op dit moment heeft DSO LV nog geen actuele productieomgeving. We hebben wel ooit een basale productieomgeving gehad voor provinciale verordeningen. Maar die is nog niet geüpdate naar de huidige versie van STOP. Daar wordt nu wel aan gewerkt. DSO maakt op dit moment een productieroadmap waarin wordt omschreven technisch welke onderdelen van DSO wanneer productiegereed zullen zijn. En voor de planning wordt gekeken naar ook de vraag naar productie bij bevoegde overheden. En het tijdpad naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Dus dat zijn gewoon de mijlpalen die jullie kennen uit de federatieve roadmap. Het geheel resulteert dan ten eerste in een technische productieplanning van DSO. En ten tweede in een balkenplanning per omgevingswetproduct per bevoegd gezag. Met per wanneer je dan met wat in productie kan en wanneer je uiterlijk zou moeten. Dit hele feestje gaat van start gefaseerd vanaf eind Q1, begin Q2 volgend jaar. Al die planningen is de bedoeling om die voor het eind van het jaar af te hebben. Die verschijnen dan uiteraard op de website aan de slag met de omgevingswet.nl. Dus als u die in de gaten houdt en onze nieuwsbrieven in de gaten houdt, dan gaat u dat vanzelf langs krijgen. Oefenen met vullen, dat kan al wel. Dat kan op de pre-productieomgeving. Daar gaan we zo ook even naar kijken, hoe dat eruit ziet en wat er al in staat.
Het is alleen wel handig voor je er heel veel eigen content in zet om met dat oefenen met vullen te wachten tot nadat de software van PI 15 is uitgerold. Waarom? Omdat een van de stappen die daarbij doorlopen is het legen van die productieomgeving is. Dus als je er nu wat opzet, dan raak je het op vrij korte termijn ook weer kwijt en moet je het dan opnieuw laden. Wie dat niet erg vindt, kan natuurlijk gewoon beginnen. Alleen als toch nog het oefenen met vullen gepland moet worden, dan is het misschien handig om even tot na dat leegmoment te wachten. Nou, wat moet je dan straks doen om met die productieomgeving te kunnen werken? Het aansluiten op die productieomgeving gaat lopen via dezelfde technische koppelvlakken als het aansluiten op de pre-productie. Dus dat is gewoon de LVBB, STAM en STTR. Het kan ook met dezelfde software aan bevoegd gezagszijde die al nodig is voor de pre. Dus een plansysteem, een regelbeheersysteem en een zaaksysteem. Het gaat alleen waarschijnlijk wel aparte aansluithandelingen vergen. Alleen zullen die dus precies hetzelfde zijn als bij de pre. Met andere woorden, een bevoegd gezag moet zijn softwareleverancier opnieuw machtigen om aan te sluiten. Er moeten certificaten goedgezet worden, et cetera, et cetera. Dat hele handelingenrijtje gaat opnieuw moeten voor de productieomgeving. Waarom zou je dan niet wachten tot die productieomgeving er is? Hè? Waarom zou je nu dan al oefenen met vullen? Dat bevelen wij van harte aan, omdat goede content voor DSO LV maken echt een vak is. En de ervaring leert dat je dat het beste leert door het daadwerkelijk te doen. Een zinsnede die heel vaak langskomt bij dit soort webinars is: je gaat het pas zien als je het door hebt. Nou ja, hier heb je het dus door als je het ziet. Het helpt echt om als je dus aan nieuwe content voor DSO gaat werken. Hè, dus bijvoorbeeld als je als gemeente nadenkt over: goh, hoe komt straks mijn omgevingsplan eruit te zien? En wat wil ik aan wijzigingen, bijvoorbeeld op de bruidsgat? Dan helpt het om die beoogde content ook echt in DSO LV te zien. En niet alleen maar op papier te werken. En het helpt bovendien ook echt om meerdere keren te oefenen met verschillende opties. Dat hebben we bijvoorbeeld Amsterdam zien doen. Die hebben in de afgelopen 2 kwartalen een werkplaats gehad over het omgevingsplan. En die hebben daarbij ook echt onderzocht van: goh, wat zijn nou verschillende manieren waarop ik dezelfde regel op kan schrijven en kan koppelen aan geometrie? En hoe ziet dat er dan uit in het loket? En hoe kan ik het dan zo opschrijven dat het voor gebruikers het beste te begrijpen is? En dat heeft een hele hoop inzicht opgeleverd voor het meer definitief maken van hun nieuwe omgevingsplan. Hoe kan je dan oefenen? Dat kan met eigen software. Dus als je al een plansysteem en een regelbeheersysteem hebt, dan kun je daarmee oefenen op de preproductieomgeving. En er is ook specifieke oefensoftware voor omgevingswetbesluiten. Dat zijn Landgoed en IDGIS, die hebben oefenstubs. Als je die gebruikt, dan huur je dus een dienst in bij die leverancier. En dan kunnen ze voor jou die omgevingswetbesluiten in DSO zetten, zonder dat je zelf een heel softwarepakket aanschaft. Dat is ook bijvoorbeeld hoe Amsterdam met zijn werkplaats heeft geoefend. Op ons ontwikkelaarsportaal staat onder de tab leveranciers een heel overzicht van alle leveranciers en wie precies wat kan, waar u zich op kan oriënteren, wie hier belangstelling voor heeft. Prima. Dan gaan we het even hebben over wie moet minimaal wat vullen voor inwerkingtraining van de omgevingswet. En dan beginnen we bij het Rijk. Minimaal verplicht voor het Rijk is de omgevingsregeling. Die staat nu al op de preproductieomgeving. Die gaat eind Q1 2021 in productie. Het Rijk moet ook maken toepasbare regels, oftewel vragenbomen, voor alle door het Rijk gereguleerde activiteiten. Dat zijn dus de activiteiten waar een vergunningplicht, een meldingplicht of een informatieplicht voor is ingesteld in BAL, BBL, BKL en omgevingsbesluit. Dat zit in die ANVB's. Het Rijk moet ook in DSO zetten de bruidsgat voor alle gemeenten en waterschappen. En dat doet het Rijk in de vorm van stukjes omgevingsplan en waterschapsverordening, inclusief de bijbehorende toepasbare regels. Je krijgt dus als gemeente en als waterschap een stukje omgevingsplan of waterschapsverordening. Dat zit in regels op de kaart. En een set vragenbomen die horen bij de dingen die daarin vergunning of meldingplichtig zijn gemaakt. Wat het Rijk daarnaast ook nog op DSO gaat zetten in productie, dat zijn de ANVB's op grond van de omgevingswet. Dus het BAL en het BBL en het BKL en het omgevingsbesluit zelf komen er ook op te staan. En de nationale omgevingsvisie.
Die zou je nu in theorie al via de overbruggingsfunctie kunnen vinden, omdat die in ruimtelijkeplannen.nl is gezet. Hij komt ook nog in stoptepeltformaat beschikbaar, ergens volgend jaar, zodat hij ook aan de nieuwe kant van DSO-LV gezien kan worden. En nu ga ik proberen, dan hoop ik heel erg dat het lukt, om in de preproductieomgeving even kort te laten zien wat het Rijk al zoal geoefend heeft. Want er staat al best wat rijksregelgeving in. Eerst even laten zien dat er al rijksregels op de kaart staan. En dan ga ik straks even laten zien dat we ook al dingen kunnen qua checken. Als het goed is, kunnen jullie straks zien. Er zit helaas enige lagtime in. Het omgevingsloket. Even kijken, dat zie ik dat jullie dat zien. Ja, als we nu heel even wachten. Ik heb gezocht op een adres in de provincie Utrecht, want daar staat al redelijk wat content in. En ik heb op regels op de kaart geklikt en dat adres ingevuld. En dat zien jullie mij zo ook doen. En dan gaan we zo zoeken op... ik kan binnen de regels die er dan zijn ook nog zoeken op een activiteit. Hè. Ik heb een perceel gevonden. En ik ga dan zoeken op de regels die gelden over bomen kappen. En als deze regels laden, dan kunt u zien dat de regels van het Rijk er deels al in staan. Ik moet even wachten tot het beeldscherm ook mijn presentatie heeft bijgehouden. Maar het besluit activiteiten leefomgeving, het besluit bouwwerken leefomgeving, het PKL, het omgevingsbesluit en de omgevingsregeling, die staan er al in. En als ik dan in zo'n besluit ga kijken, dan kan ik ook gewoon alle regels daarvan vinden. En dan kan ik het document openklappen. Dan krijg ik allemaal hoofdstukken met allemaal regels. Ik kan nog veel verder doorklikken. Ik kan al de regels ook openklappen en de werkingsgebieden erbij zoeken. Dat ga ik nu even niet doen. Want dan gaat het heel lang duren. U wilde ook nog graag wat zien over vergunning checken. Die regels op de kaart is al een manier om te kijken wat kan. Want daar kon je dus ook op activiteit zoeken. Wat ik net deed, dan kan ik bijvoorbeeld boom of boomkappen invullen. En dan gaat hij al filteren, als er goed is geannoteerd, op regels die op die activiteit van toepassing zijn. Wij verwachten alleen dat die regels op de kaart, die viewer, een ingang is die vooral door professionals gebruikt gaat worden. Wij denken dat particulieren eerder in de vergunningcheck gaan kijken. Dan kun je boven in het loket naar vergunningcheck gaan. Je kan ook op een van de tegels klikken die op de preproductieomgeving zitten. Je moet nog even niet op aanbouw of schuurplaatsen klikken, want dat is de enige tegel waar nu niks achter zit. Maar als je kijkt naar wat er aan rijksregels in zit, dan zit er dus wel een check-in voor sloopwerkzaamheden. Nou, als ik bijvoorbeeld mijn eigen huis ga proberen te slopen. Ik woon op de Jacques Veldmanstraat in Amsterdam, dat is dit pand. Ik heb een werkzaamheid uitgekozen, hè, want dat krijg ik omdat ik op zo'n tegel had geklikt. Namelijk gebouw geheel of voor een deel slopen. Dan krijg ik ook vragen. Deze vragen komen uit de bruidschap dit slopen en zijn door het Rijk klaargezet. Dus wat er kan. Hè? Nou, hebt u sloopafval? Ja. Heb ik asbest? Nee. Ik ga niks seizoensgebonden doen. Ik sloop niet vanwege de overheid. Ik heb een hoop sloopafval. En dan krijg ik een resultaat van deze check dat ik een melding moet doen en informatie moet geven als ik mijn eigen huis wil slopen. Daar kan ik ook een pdfje van downloaden. Hè. Dat is voor iedereen die een vergunningcheck klaarzet. Dan kun je ook klaarzetten wat iemand als conclusies krijgt. Dat kan dan gedownload worden als pdf. En dan kan ik door naar aanvragen. En dan krijg ik, als ik hier een aanvraag start, dat ga ik niet doen, want dan duurt het te lang. Maar als ik dat zou doen, hè, dan heeft hij de resultaten van die check bewaard. En dan kan ik dus door naar aanvragen. Dit is een vragenboom die is klaargezet door het Rijk. Dit kunnen andere overheden ook zelf doen. Dus het Rijk doet dit voor de meest gebruikte activiteiten uit de bruidschat. Hè. Daar komen checks voor beschikbaar.
Die kun je na een werkingtraining als gemeente zelf aanvullen. En voor dingen waar je zelf vragenbomen hebt, kun je dit dus ook gewoon zelf klaarzetten. Als we verder gaan met wie moet minimaal wat vullen voor 1-1-2022. Voor de provincies moet de omgevingsverordening in DSO staan. Provincies moeten voor de zomer van 2021 een omgevingsverordening hebben gepubliceerd, een ontwerp hebben vastgesteld. Dat zou in theorie zelfs nog in IMRO mogen, alleen we hebben ze liever in stoptepelt. Daar zijn we ook met de provincies over in conclaag, om te zorgen dat DSO op tijd klaar staat en de provincies op tijd gereed zijn om die ontwerpen netjes in stoptepelt vast te stellen. De definitieve omgevingsverordening moet in Q4 2021 bekendgemaakt worden. En dat moet in stoptepelt. En als je daar als provincie iets zelf vergunningplichtig of meldingplichtig in zou maken. Bijvoorbeeld, je stelt een vergunningplicht in voor, ik noem maar wat, kleine grondwateronttrekkingen. Dan moet je daar toepasbare regels voor aanleveren. Dus dan moet je ook zorgen dat die vergunning digitaal aangevraagd kan worden in DSO. Provincies moeten ook in DSO hebben staan voor de inwerkingtreding van de wet een omgevingsvisie. Dat zou nog een geldende omgevingsvisie op grond van IMRO mogen wezen. Die optie heb je. Maar wederom hebben we liever dat die dingen in stoptepelt worden gezet, zodat ze in het nieuwe deel van DSO zichtbaar zijn en je ook de volledige functionaliteit van DSO daarvoor kan gebruiken. Het laatste wat provincies minimaal in DSO moeten zetten, als ze die gebruiken, zijn voorbereidingsbesluiten. Er zijn provincies die bij hun verordening een stapeltje voorbereidingsbesluiten vaststellen. Als je dat doet, is het de bedoeling dat die ook instoptepeld in DSO gaan. Het oefenen van de provincies al een resultaat heeft opgeleverd. We gaan even kijken naar de provinciale verordening van Utrecht, want die staat ook al mooi op de demo-omgeving. Als ik naar regels op de kaart ga en ik ga weer naar hetzelfde adres in Utrecht. En ik ga filteren op de provinciale verordening. Dan ga ik die vinden als het goed is. Even kijken of we hem kunnen laden. Ik zie dat ik hier nu wel kan vinden de content uit ruimtelijkeplannen.nl. Dit zijn dus de verordeningen die via het informatiehuis ruimte binnenkomen. Wat ik nog even niet kan vinden is de geldende regelgeving. Maar we hebben dus in principe ook geladen de ontwerpomgevingsverordening van de provincie voor de nieuwe omgevingswet. En inmiddels heeft hij wat meer geladen. Nu kan ik hem wel vinden. Als ik hierop klik, dan zie ik dat hier succesvol geladen is de provinciale verordening met regels over watersystemen, ondergrond en bodem, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ook hier gaan we niet al te uitgebreid naar kijken, maar ze zijn dus vindbaar in provincie Utrecht. Als u gaat naar pre.omgevingswet.overheid.nl, kunt u uiteraard ook gewoon zelf kijken en een beetje rondklikken. Voor wie dat nog niet gedaan heeft, kan ik dat zeker in het Utrechtse van harte aanbevelen. De regio Utrecht heeft ook meegedaan aan een demo in de Eerste Kamer en heeft daar heel erg veel content voor klaargezet. Dus er is gewoon al best wel veel te vinden in die omgeving. En het is gewoon echt leuk, zeker als u in een regio zit waar men iets minder ver is hiermee, om te kijken wat er allemaal mogelijk is. Ook om zelf een beetje een beeld te krijgen. Wie moet nou nog meer minimaal wat vullen voor 1-1-2022? Alle bevoegde gezagen moeten voor aanvragen en meldingen een behandeldienst instellen. En dat hoef je alleen maar wanneer je niet zelfbevoegd gezag gaat zijn. Het kan dus zijn, hè, als u gemeente bent en u bent bevoegd gezag en u handelt alle aanvragen zelf af, dan zou u in theorie geen behandeldienst in hoeven in te stellen. Nou, zijn gemeentes verplicht om voor een aantal dingen de omgevingsdienst in te schakelen.
Dat is wat wij bedoelen met zo'n behandeldienst. Die moet aan de achterkant van het loket ingesteld worden. Dat zorgt er dan voor dat aanvragen ook daadwerkelijk bij de omgevingsdienst behandelen. En dat moeten overheden dus voor zichzelf doen. Het plan is wel om de eerste vulling hiervan op de preproductieomgeving en de productieomgeving centraal te gaan verzorgen, te laten verzorgen door programma aan de slag. Dan moet je nog steeds als bevoegd gezag, hè, als we dat inderdaad gaan doen, dat controleren en eventueel aanvullen. Want programma heeft niet van iedereen in beeld welke activiteiten nou precies bij welke behandeldienst zitten. We kennen natuurlijk wel het wettelijk verplichte takenpakket, hè. Daar gaan we ook mee beginnen. Maar je gaat dus zeker nog wel wat werk voor het bevoegd gezag inzitten. En verder iets waar veel misverstanden over bestaan. Als je lokale eisen had in OLO of AIM, of je had lokaal eigen vergunningplichten, dan moet je aanleveren toepasbare regels voor aanvragen en meldingen. Voor u denkt, oh mijn god, dat wist ik helemaal niet. Ah, maar hoe zit het dan met kappen? Als u bij een gemeente werkt, is het goed om even naar de bruidschat te kijken. Daar zit een generieke set indieningsvereisten in voor een aantal lokale vergunningplichten. Dus het is nu al zo geregeld, hè, dat in de Rijksregelgeving indieningsvereisten zitten voor bijvoorbeeld kappen. Alleen kon je als gemeente daar ook eigen lokale eisen voor maken. En dan kon je ook zorgen dat er een lokale vragenboom in OLO kwam. Een lijst van gemeenten die dat soort lokale eisen hebben, is bekend bij de RIO's. En als je die lokale vragenbomen weer terug wil hebben, dan moet je als gemeente dus wat doen. Wat het Rijk klaarzet is gewoon die generieke content, dus wat nu ook de landelijke content OLO AIM is. Lokale vragenbomen moet je zelf terugzetten. We kunnen hier ook een voorbeeld van laten zien van een gemeente die dat nu al gedaan heeft. Dat is gemeente Utrecht. Die heeft een eigen vragenboom voor kappen en die staat al op de preproductieomgeving. Dan ga ik naar de vergunningencheck en dan moet ik even naar een locatie in Utrecht. Zou gaan kijken naar een boomkappen. Dus u gaat ergens in Utrecht klikken op de kaart en checken. Ik wil hier kappen. Hè. U drukt op die tegel kappen en u zorgt dat u een locatie in Utrecht vindt. Dan vindt u daar een eigen vragenboom van kappen voor kappen van de gemeente Utrecht. Die heeft gemeente Utrecht dus zelf gemaakt, zelf teruggezet. Heeft u nu in de huidige situatie ook zo'n eigen vragenboom, dan moet u daar dus ook zelf voor zorgen. Dit waren de verplichte onderwerpen voor het vullen in 2022. Dan kan ik me voorstellen dat u bij een waterschap werkt en denkt, hé, ik heb mijzelf nog helemaal niet langs horen komen. Of dat u bij een gemeente had gewerkt en denkt, hé, ik had geen lokale eisen, hoef ik dan helemaal niks. Nou, dat klopt, hè? Dan zit u niet in het minimum. Dat wil niet zeggen dat u niet alvast iets kan. Gemeenten kunnen voor 1-1-2022, dus voorafgaand aan inwerkingtreding, een ontwerp-omgevingsplanwijziging vaststellen. Dat doe je dan anticiperend, hè? Dus dan zet je de inwerkingtredingsdatum op na 1-1-2022. En dat kan zelfs al of niet met een setje toepasbare regels erbij. Je kan alleen niet verder dan het ontwerpstadium. Het overgangsrecht in de omgevingswet regelt dat je de definitieve versie pas kan vaststellen na inwerkingtredings van de wet. Als je dus als gemeente bijvoorbeeld denkt, nou, die lichthinder regels in de bruidschat, dat zint mij voor geen meter, ik wil daar wat aan doen, dan kun je komend jaar alvast een ontwerp in voorbereiding nemen. Dan kun je dat ook bekendmaken in DSO en dan kun je zo snel mogelijk na inwerkingtreding daarvan af. Dan zit je dus aan een periode van ongeveer 4-6 weken te denken dat de bruidschat nog in werking is en daarna kan je je eigen regels in werking hebben. Waterschappen kunnen hetzelfde doen als wat de provincies doen. Die hebben een overgangsrechtelijke termijn tot 2024 om een nieuwe waterschapsverordening vast te stellen. Maar daar hoef je niet op te wachten. Die kunnen gewoon, net als provincies, een ontwerp en een definitieve waterschapsverordening vaststellen volgend jaar. Al of niet met toepasbare regels erbij, zolang je dus maar de boel in tegelijk met de omgevingswet in werking laat treden. Het kan niet eerder. Er is ook een waterschap wat daar al best wel ver mee is. Dat is HDSR. En we gaan eens even kijken of we dat in de preproductieomgeving ook kunnen vinden. Dan hoop ik dat regels op de kaart het wel doet. Ik ga weer naar de Nederlijnse weg.
En ik ga kijken wat er voor regelgeving geladen wordt. Als het goed is, gaan we zo zien dat hier ook een waterschapsverordening van HDSR voorbij komt komen die hier geladen wordt. We zien hier waterschapsverordening de Stichtse Rijnlanden. Oh, dat was de dummy. Die wilde ik nou net niet hebben. Als ik iets beter mik met klikken, dan gaan we zo zien dat HDSR erin is geslaagd om een test waterschapsverordening te laden. En voor zover ik weet is het plan ook om dus eigenlijk zo min mogelijk van die overgangstermijn gebruik te maken en zo snel mogelijk de eigen verordening online te hebben. Waarom zou je dat nou willen doen? Nou, als je bij een waterschap zit, dan is daar een hele goede reden voor. Dat is namelijk omdat je huidige regelgeving, dus je huidige keur, en je huidige verordeningen, die zie je niet in DSO. Dus die gelden wel. En ook na inwerkingtreding van de Omgevingswet gelden die. Alleen, die ga je dus nooit vinden. Want die hebben wij niet in DSO. Wel in de CVDR, hè, maar niet in DSO. Nou ja, dat is natuurlijk hartstikke jammer. Wil je dus gebruikers goed bedienen en zorgen dat je regelgeving ook echt in DSO te vinden is, dan moet je hier wat. En inmiddels ben ik er ook geslaagd om die waterschapsverordening te laden. En dan kun je ook zien dat het gelukt is, hè, dat hier regels zijn. Op dit moment heb ik een technische storing in DSO, waardoor ik niet de gebieden erbij kan tonen. Normaliter linkt dit ook naar een werkingsgebied wat je dan uit kan klappen. En dan kan ik dus bijvoorbeeld zien waar die lozingen van grondwater bij saneringen, waar ik nu naar zit te kijken, ook precies gelden. Wederom, het is een tip. Kijk eens op een locatie in het Utrechtse en ga die waterschapsverordening van HDSR eens bekijken. Het is gewoon leuk om ook zelf een keer doorheen te klikken en te kijken, goh, hoe doen ze dat eigenlijk? En wat kan ik hier allemaal mee als je zelf nog niet zo ver bent? Wat kun je dan nu wel zelf doen? Hè? Want we hebben nog geen productieomgeving. Je kan oefenen met vullen. En er staan, het is rood en het heeft 3 uitroeptekens. Omdat we het heel belangrijk vinden dat iedereen dat ook daadwerkelijk gaat doen. Dat oefenen met vullen kan op de preproductieomgeving. Bij voorkeur met eigen content. Je kan natuurlijk de Rijkscontent gebruiken om doorheen te klikken. Hè. Je kan ook met de Rijkscontent zelf eens een check doen en kijken hoe de content van een ander werkt. Maar je leert het meeste als je zelf ook content gaat laden. Het hele stelsel, dus wil de boel het helemaal goed doen, vereist dat je eerst juridische regels hebt en dat je dan pas toepasbare regels kan laden. Synchronisatie heet dat. Toepasbare regels horen en juridische grondslag te hebben. Hè. Dus die doen het pas, die kun je pas succesvol in DSO laden. Als je een juridisch haakje hebt om die dingen aan op te hangen. Dus de handige volgorde is, eerst juridische regels maken, dan vragenbomen eraan vasthangen. Los oefenen met allebei is op zich best wenselijk. Zeker omdat veel mensen wel al regelbeheersoftware hebben, maar nog geen plansoftware. Dat kan voor gemeenten nu al in het CASCO-omgevingsplan. Die CASCO-omgevingsplannen die staan gewoon in de preproductieomgeving. Het doel is om dat ook in de komende program increments, dus de komende kwartalen, mogelijk te houden. Als je zelf nog geen software hebt, kan je oefenen via Oefenstubs, dus Landgoed en ID-gids. En inmiddels hebben de meeste softwareleveranciers, voor zover wij weten, ook een oefensoftwarepakket in de maak. Dus ook je eigen softwareleverancier heeft, als het goed is, een oefenpakket in ontwikkeling. Dat moet dan wel via jouw aansluiting. Dus ook als je Landgoed bijvoorbeeld inhuurt om mee te oefenen, dan moet wel, als ware jij het bevoegd gezag, de boel worden geüpload. Dat heb je dus wel zelf nodig. Hè. Je kan niet geen digikoppeling hebben en wel willen oefenen. En wel nog één laatste reminder, hè, dat had ik net ook al gezegd. Die preproductieomgeving wordt in het kader van de release van PI15 waarschijnlijk geleegd. Dan ben je je content dus kwijt wat je hebt geladen. Niet uit je eigen systeem, wel uit DSO-LV. Dat gaan we 1 keer doen en na de release van PI15 is de bedoeling om dat nooit meer te doen. Dus als je dit nog helemaal moet plannen en nog helemaal moet starten, dan is het misschien handig voor je heel veel eigen content erin zet om dat even af te wachten. Misschien iets over wanneer zo'n bruidschap is geplaatst. Daar kan ik inderdaad wat over zeggen. De bruidschat wordt ook in het kader van de release van PI15 voor alle bevoegde overheden geladen. We hadden daar als planning voor dat die eind november beschikbaar zou zijn. Daar moet ik een kleine winstwaarschuwing voor geven of dat lukt. Daar wordt heel hard aan gewerkt, maar het blijkt nog best lastig te zijn. We lopen er gewoon bij DSO tegenaan dat dit voor het eerst is dat we 355 plus 21 stukken content aan het laden zijn.
Dat zijn we nu aan het testen en het loopt ietsje lastiger dan verwacht. Er wordt bij DSO wel alles op alles gezet om dit voor het eind van het jaar klaar te hebben. Wat de precieze, of we de beloofde deadlines die op het ontwikkelaarsportaal zijn helemaal gaan halen, dat hopen we zeer snel duidelijk te hebben. Daar is deze week nog allerlei overleg over. Dus houd de site vooral in de gaten. Hè. De meest actuele informatie komt op het ontwikkelaarsportaal en we doen ons best om dit zo snel mogelijk voor iedereen klaar te zetten. Verder, als je van plan was om te oefenen en met de bruidsgat, en dat is nog niet bekend, bij je Rio, meld dat daar. We gaan de bruidsgat klaarzetten in tranches. Dus we gaan niet in één keer 355 plannen voor 355 gemeenten laden. We doen dat in batches, dus per zoveel gemeenten. En de gemeenten van wie wij weten dat ze oefenplannen hebben of al heel actief zijn op die preproductieomgeving, zoals bijvoorbeeld Utrecht, gaan dan vooraan in het treintje. Gemeenten die we daar nog helemaal niet gezien hebben, gaan wat meer naar achter. Zijn er nog meer vragen die ik kan beantwoorden? Anders ga ik even kijken of die toepasbare regel van Utrecht toevallig al doet, want die kon ik net niet laten zien. Ja, laat hem even zien. Praat ondertussen door. Want, ja, ik ga ondertussen even kijken of de vergunningcheck het weer doet. Want ik zou natuurlijk wel graag nog steeds een boom willen kunnen kappen in Utrecht, zodat ik kan laten zien dat daar netjes lokale regels staan. Juist. Ik krijg weer een foutmelding. Dit is echt heel jammer, dit. Ja. Voor wie later was ingetuned, ik heb in deze presentatie een aantal keer gezegd, ga vooral oefenen. Daar blijven we bij, ga vooral oefenen. Dat vullen is heel erg lastig om in één keer te doen. Er zijn mensen die nu aan het oefenen waren, ik ga geen namen noemen, die al een heel eind waren met het denkwerk over hun planvorming en die dachten, nou, dan zou dat vullen toch relatief gezien appeltje-eitje moeten zijn. Iedereen die er zo over gedacht heeft, heeft achteraf gedacht, famous last words. Het is lastiger dan je denkt. Het is ook wel echt even een kunst, zeker om het goed te krijgen. Kijk, gewoon platte regels erop zetten, alleen maar tekst, zonder werkingsgebieden. Dat is allemaal niet zo moeilijk, hè? Maar die content echt goed ontsluiten, zodat je ook mooie geometrie erbij hebt. En zodat gebruikers er ook echt wat aan hebben. Dat is gewoon, nou ja, zoals gezegd, dat is een vak. En dat zijn we met z'n allen aan het leren. Daar hebben wij de wijsheid ook niet over in pacht. En het heeft heel erg veel zin om daar gewoon alvast mee te testen. Dan doe je je gebruikers een enorme dienst ermee. Hopelijk om voor in werkingtreding echt wat moois te hebben staan. Als je nou niet precies weet hoe dat moet met oefenen. Dus je denkt, ja, oefenen met vullen. Ja, ik weet wel dat het belangrijk is. Maar, help, hoe doe ik dat? Neem contact op met je Rio, die zijn er voor en kijk op onze website. Daar komt binnenkort ook gewoon een oefencasus met een stappenplan voor oefenen met vullen beschikbaar. Als je je leverancier nog niet kan oefenen, dus je hebt nog geen oefensoftware, dan kun je landgoed inschakelen. Het adres van landgoed, er staat gewoon een linkje naar landgoed op de website van het ontwikkelaarsportaal. Dus als je naar het ontwikkelaarsportaal gaat van het programma aan de slag, dan zit er een tapje leveranciers en dan zit daaronder een regel leveranciers van oefensoftware. Daar staat gewoon een linkje naar landgoed. Dat linkt ook door naar de adresgegevens en de website van landgoed. Die kun je inhuren. Dus landgoed is een aantal personen en die kun je inhuren als dienstleverancier. Je bestelt dus geen software bij landgoed. Je huurt ze in als, nou ja, ik noem maar wat, consultant. En je moet daarnaast nog steeds oefensoftware bij een daadwerkelijke, echte software bij een daadwerkelijke softwareleverancier bestellen. Landgoed kan je helpen met oefenen met vullen. Dat hebben ze bijvoorbeeld bij Amsterdam ook gedaan. Hè? Amsterdam heeft als softwareleverancier Roxit, maar die waren nog niet zover dat ze een pakket konden uitleveren. Dus wat heeft Amsterdam gedaan? Die hebben een aantal delen van hun beoogde omgevingsplan in laten lezen door Roxit. Dan lever je het dus aan als Imbroplan of Word met PDF of Word met kaartbestanden erbij. Dan wordt dat door landgoed omgezet in StopXML. Dus de taal die DSO kan lezen, stoptapeld formaat. En via de digikoppelingen van Amsterdam geladen. En Amsterdam heeft dat in het kader van die werkplaats ook gedaan met een aantal verschillende opzetjes. Dus die hadden van hetzelfde setje regels een aantal verschillende opzetjes gemaakt die anders in elkaar zaten en ook anders zouden tonen in DSO. Zodat je kan vergelijken en ook gewoon eens mensen kan laten klikken van, goh,
wat werkt nou eigenlijk het lekkerste en wat toont nou het lekkerste en wat is voor gebruikers het meest duidelijk. En dat was wel heel erg leerzaam. Er hebben ook andere gemeentes met die werkplaats van Amsterdam meegekeken. En daar dat vond iedereen heel erg nuttig. Dus ben je nog in afwachting van software heeft je leverancier geen oefenpakket beschikbaar en wil je toch oefenen met vullen? Kijk of je met Landgoed of met IDEGIS, dat is een ander bedrijfje met dezelfde soort dienstverlening, aan de slag kan. Het kan je ook heel erg helpen namelijk bij het maken van keuzes in je software. Amsterdam heeft namelijk ook gezegd van, oh maar wacht even, toen ze die werkplaats hadden gehad, nu weet ik ook veel beter wat ik straks met dat pakket van Rockzit eigenlijk wil en wat daar mijn nadere systeemeisen aan zijn en hoe ik dat eventueel, wat ik dan als basisinstellingen zou willen bijvoorbeeld. Dus wat ik in mijn programma hard wil in hebben gesteld, zodat mijn medewerkers er niet van af kunnen wijken en waar ik vind dat mijn medewerkers juist een keuze voor hebben. Voor dat soort noties leer je enorm veel door gewoon eens te bekijken van, goh, hoe toont nou al die content in DSO en wat zie ik eigenlijk als ik dingen op een bepaalde manier ontsluit? Dus ik wil daar echt even heel erg reclame voor maken. Zorg gewoon dat je alvast begint. Kom een beetje uit de wachtstand en ga gewoon eens kijken, ook al is het maar heel klein, hè. Je hoeft echt niet een heel omgevingsplan of een hele waterschapsverordening te hebben om te kunnen oefenen. Dat is nergens voor nodig. Dat is ook hartstikke veel content. Dat is eigenlijk alleen maar zonde. Begin gewoon met een klein stukje. Dat kan een stukje uit de bruidsgat zijn wat je wil wijzigen. Dat kan een stukje zijn uit je eigen beleid. Begin gewoon eens bijvoorbeeld met, ik noem maar wat, de eerste 5 regels uit de parkeerverordening. Of een eerste hoofdstukje uit je waterschapsverordening. En ga dat eens omkatten of laat dat eens omkatten. En kijk wat er gebeurt als je dat op een bepaalde manier ontsluit. Waar het over op de hoogte gebracht. Ik ga afsluiten en ik wens u allemaal een hele fijne dag.